Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vandaag hebben wij het offerfeest, oftewel Eid al-Adha. En dat houdt in dat wij vandaag stieren gaan offeren. Het vlees wordt nu gekapt. Zodra de mensen klaar zijn, dan mogen ze hun verdeling maken. En wij van de gemeente helpen daarin mee, faciliteren. En wij maken dan pakketten en dan gaan we zo meteen verdelen voor onze afdelingen en behoeftige mensen, ook in tehuizen en dergelijke. Een derde hier is voor armen en behoeftigen. Zet hier. Een derde. Zet hier. En een derde. Die is voor... En alle twee is vandaag. Ja. Deze twee is voor familievrienden en deze voor gezin. Ja. Ongeveer ga ik 2,5 kilo maken. Ongeveer 2,5 kilo? Ik heb een weegschaal daar. Dit is 2,5 kilo. Toch? Per pakket. En zo'n pakket krijgt dan ieder. Ja, met mij kan ik hem op. Kinderen niet. Laten we het zo even ordelijk doen. Ik heb een verzoek. Laten we alles ordelijk zo vlot mogelijk laten gaan. Een verzoek. Zo meteen, straks, ga ik jullie naar binnen roepen. Wachten jullie op mijn zin alsjeblieft. En dan ga ik jullie naar binnen uitnodigen wanneer jullie dan een sirni kunnen krijgen. En de sirni is een zakje. Salam alaikum. Dankjewel. Makkelijk eten straks. Ja, moet u doen. Ja. Een pakketje met bot en vlees totaal is het dichtbij de 2,5 tot 3 kilo. Het lijkt licht gewicht, maar het is 2,5 tot 3 kilo. En hoeveel heeft de gemeente dit jaar geslaagd? De Surinaamse Islamitische Vereniging heeft 6 geslacht. Dus totaal heeft Hoofdmoskee, Keizerstraat 6. Maar alle afdelingen en zusterorganisaties zijn we dicht bij de 50 tot 60 totaal van de Surinaamse Islamitische Vereniging. We zijn verspreid van het oosten tot het westen. Dus ik denk dat we de 60 wel hebben behaald. Niet alleen runderen, maar ook schapen zijn geslacht. En hoeveel heeft SMA geslacht? Hier hebben wij 11 stieren en dan is een groot deel te abattoir gegaan om te slachten. En daar hebben wij zeker zo'n 40 stuks. Ieder jaar weer horen wij het in de preek voordat we eigenlijk gaan slachten. Dat het ligt bij de bereidwilligheid om alles te offeren. Indien dat echt van je wordt vereist. En wij geven daaraan invulling door een dier te slachten. En een dier is een kostbaar goed. Je moet soms sparen ervoor, je moet samen bij elkaar komen. Maar het gaat echt om de bereidwilligheid om zo'n offer te brengen. En dat is die offervaardigheid die we aan de dag leggen. En zo tonen wij onze bereidwilligheid om te voldoen aan datgene wat de Almachtige van ons verwacht. Hoe gaat dat met zo'n moeilijke tijd? Ja, een stier heeft bijna 60.000 SAD gekost. En het slachten erbij, de verwerking erbij, zijn we dichtbij 70.000 SAD. Een stier kan vanaf 50.000 tot en met 100.000. Wat? Jawel, hele grote stieren zijn 100.000 tot 120.000. Hoeveel zal een schaap dan kosten? Een schaap, het begint vanaf 5.000. Dat is de allerkleinste. Tot en met 15.000 kunt u nog gaan. We mogen bijzonder tevreden zijn op de offervaardigheid en het enthousiasme van de mensen om mee te doen. Dit is dan echt een van de momenten waar de mensen hun bereidwilligheid en hun offervaardigheid tentoonstellen. We mogen als gemeenschap bijzonder tevreden zijn met de participatie. Het gaat erom dat de Almachtige van ons vraagt om te offeren. Iets te offeren en iets dat waardevol is. En dan kijken we niet naar dat het duur is als we het kunnen permitteren. Afhankelijk van een bepaalde manier van berekenen, dan moeten we offeren.
Mensen die het kunnen permitteren, en dat zegt de islam ook, indien u in staat bent het te permitteren, mag u offeren. Het is niet dat u een lening moet gaan nemen om te gaan offeren, of bij de buren gaan bedelen, of de familieleden vanuit het buitenland zeggen we hebben euro nodig om te offeren. Nee, indien u in de gelegenheid bent, mag u wel offeren. Wat wij doen, wij laten zien dat wij gehoorzaam zijn aan God. Dan maakt het niet uit als wij ons laatste geld moeten uitgeven. Maar als de Almachtige ons vraagt van offer iets, dan moeten wij dat doen. En het offeren houdt eigenlijk niet alleen in dat we een schaap om dat vlees moeten offeren. Ons profeet Mohammed, vrede zijn met hem, heeft gezegd. Je moet ook innerlijke offers brengen. En de innerlijke offers, dat is belangrijker. Want ga dingen die, slechte dingen die je in je hebt, offer ze op ter omwille van Allah. En als we dat doen, dan worden we beter mens. We krijgen een betere samenleving, een beter Suriname, een betere wereld. Het offeren is niet alleen het slachten van het offeren van een dier. Maar laten we ook onze leefomstandigheden offeren. Laten we ook offeren voor de Surinaamse, voor Suriname. Laten we bijvoorbeeld beginnen dat we kijken naar ons milieu. Laten we het milieu niet vervuilen. Dat is ook een manier van offeren. Tweede, laten we ook kijken naar de manier hoe we met omgaan. Rassenhaat, de verkiezing nadert. En een dringend verzoek naar de Surinaamse bevolking. Dit is ook een manier van offeren om de broeder en zuster naast u die brasa te geven in plaats van geweld te gebruiken. En we moeten wel geluk spreken in Suriname dat wij mochten slachten. Want zo heeft u veel landen die helaas niet mochten slachten. Zoals Pakistan bijvoorbeeld, vanwege hun wetgeving worden ze beperkt. En zo'n moslim wordt dan beperkt. Want het offeren is verplicht. Ik heb mijn geloof, uw geloof, maar we doen alles samen. Dus op die manier accepteren we elkaar, culturen ook. En zo is het ook met die van ons. En mensen accepteren ons geloof ook. En dus dan zijn wij een gezegend land. Want in andere landen kan dat niet, in ons land wel. Het doet me altijd heel goed. In Suriname zie je dat bijvoorbeeld in synagoge naast een moskee is. Hindoe-tempels naast moskeeën. En inderdaad, in een tijd waar er in de wereld heel veel onderscheid wordt gemaakt met mensen onderling en religieën onderling, verschillende overtuigingen onderling, is het heel bijzonder dat wij in Suriname liefde en verdriet met elkaar delen. Zo ook vandaag. Hier in de moskee zullen we later op de dag een ieder welkom heten. De poort staat open. We sturen niemand weg. Ieder wordt met open armen ontvangen. En we proberen zoveel mogelijk te voldoen aan de behoefte die er bestaat. En zoveel mogelijk de lokale gemeenschap echt te betrekken bij ons feest. En het is echt een ons feest. Het is voor ons allemaal. Dus altijd bijzonder. Die man van naast, krijg je twee nodig. En oma. Oma, kan je geen. Mate!